Jongens, het regent. We vroegen ons af waar alle toeristen waren. Die zijn hier, denk ik. Ik heb wel super onder de indruk van het meer. Dat is echt, het is zo blauw. Tequila! We hebben ons ook echt nul keer onveilig gevoeld. Ja. We gaan samen chillen in de hangmat. Welkom in Bacalar. We zijn hier aangekomen met vliegtuig vanmiddag. We hadden niet een hele goede start hier, want we hadden echt vet honger. Maar het is nog steeds een of andere feestdag, dus alles was dicht. En we zochten zonnebrand, want we hadden geen zonnebrand meer. Want we reizen natuurlijk met alleen handbagage en die kon niet mee in het vliegtuig. Dus die hadden we al opgemaakt. Maar je hebt hier wel zonnebrand nodig. Konden we niet vinden, allemaal gedoe, we hadden honger. Maar uiteindelijk is het gelukt. En we hebben nog lekker gezwommen in het meer. Nou, Bacalar dus. Bacalar is een dorpje aan de lagoon van Bacalar. Dat is een heel mooi, superblauw zoetwatermeer. Ergens aan de oostkust van Mexico. Dus we zijn nu weier onder Cancún. En wat gaan we allemaal doen hier met? We hebben vanmorgen een fiets gereserveerd. Dan gaan we morgen lekker fietsen naar een aantal mooie plekjes hier. Donderdag willen we de morning subtour gaan doen. Dan ga je op een subboard 's ochtends door de lagoon en dan ga je daar de zonsopgang zien. En vrijdagmiddag willen we dan een zeiltochtje over het water gaan doen. We lopen door Bacalar en we dachten dat het echt super toeristisch hier zou zijn, maar waar zijn alle mensen? Zo, we hebben hier net subtoertje geboekt. Ja. Voor overmorgen gaan we hier op het meer, ja, je ziet het bijna niet, maar hier is het meer. Gaan we lekker suppen. En we hebben ook gegeten hier met uitzicht, maar het is donker. Het is wel cool uitzicht, hè? Een beetje zo onheilspellend daarachter, een beetje nog wat... Ja, het is een beetje licht daarachter, hè? Ja. Ja. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag. En ik heb jullie nog niet verteld, wij slapen in een dorm hier. Maar het is een vierpersoonsdorm, dus het valt allemaal wel mee. En dat, omdat het was gewoon veel goedkoper. Maar het is best wel chill, best wel mooi. Het ziet er heel schattig uit. En wat wel grappig is, we hebben in het water bij Puerto Escondido hebben we een meisje ontmoet in de zee. Daar hebben we toen even een tijdje mee liggen, dobberend zitten praten. En die kwamen op het vliegveld tegen in Mexico City. En daar hebben we toen weer even mee zitten praten. Toen zijn we in twee verschillende taxis gestapt. En toen kwamen we hier aan in de dorm. En toen zat zij hier ineens met de vriendin. Dus zij slapen in deze bedden. Super grappig. Vandaag gaan we lekker op pad met fietsjes. Lekker fietsen. Het zijn wel fietsjes waarop je hard moet werken. Ja. Zo, we zijn bij de eerste stop aangekomen. Fietsjes natuurlijk weer goed op slot. We vroegen ons af waar alle toeristen waren. Die zijn hier, denk ik. Maar kijk hoe mooi blauw dit water is. Wij hebben ons laten vertellen dat door deze dingen het water wordt gezuiverd, waardoor het zo helder is. We gaan samen chillen in de hangmat. Ja, ik ben wel super onder de indruk van het meer. Dat is echt, het is zo blauw. Je ziet het op de camera niet hoe blauw het is. Waarschijnlijk maar magisch. Ja, voor de rest wel heel rustig en gemakkelijk. We komen natuurlijk uit Mexico City. Wat trekkere grote stad. En hier is weer het zon een beetje aan. Dus, gewoon een kustplaatsje. Zo, we hebben even gechilled daar. En geluncht. En nu gaan we verder fietsen naar het volgende. Maar dat is... Wat was het? 14 kilometer fietsen? Ja, zoiets, ja. We zijn bij Los Rápidos. Een soort van natuurlijke stroomversnelling. Zo, we hebben lekker even gechilled in de Rapidos en nu gaan we weer terug fietsen en we hebben daar echt zo geen zin in. Maar goed, het moet. Zoals de meeste van jullie weten is Matt altijd heel erg opgeruimd. Nu is het voor ons doen een beetje een troepje hier, nu, omdat we net terugkomen. Maar niet iedereen
voldoet aan zijn standaard. Bam, 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 bam. Bijna zonsondergang. Dus we gaan even bij zo'n gaar loketje bier kopen. We zijn dus de hele dag met z'n tweeën geweest. Maar nu gaan we weer met Victoria en Alec afspreken. Want die moesten de hele dag werken. Vet zielig. En wij hebben lekker gechilled. Zij moesten werken. Nou, gechilled. We hebben heel hard gewerkt. Proost. Use your body weight to... Cheers. Ik ben net bijna over deze schorpioen gefietst. Oh my god. Zo, we zitten weer op de fiets terug naar het hostel. We hebben echt vet veel pijn aan onze kontjes. Oh jeetje. Het doet echt pijn. Ja, we hebben echt kilometers gefietst. En dit zijn een beetje gare fietsen. Ik wil niet meer zitten op deze fiets. Nou, we hebben gezellig gegeten met Victoria en Alec. Nu gaan we vroeg naar bed. Want morgen moeten we heel vroeg opstaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan we naartoe? We gaan een sunrise subtour doen. En het is 6:15 in de ochtend. We hebben even verplaatst van hotel. We hebben even het luxe hotel geboekt, want we hadden nog wat euro's over. Kijk hoe mooi. Grapje! Ah. Dit is het hotel van Alec en Victoria. Dat kunnen wij niet betalen. Maar we hebben wel gaat zo'n beetje hier. In Nederland lopen de jochies met messen op straat. En hier lopen ze met kippen. We gaan even op zoek naar een internetcafeetje waar we kunnen printen. Omdat we voor Belize moeten we eigenlijk ons vliegticket dat we naar Mexico hebben geboekt laten zien. En we hebben ook nog een verzekering geboekt die verplicht is in Belize. Covid-dekking. En daar willen we ook graag het even uitprinten, want dat gaat allemaal wat makkelijker bij de grens. Stel we hebben daar geen internet of stel we laten het toch niet lekker zien, je zit met je telefoon. Dus we gaan even kijken of we dat kunnen fixen. Gevonden hoor. Plek om te printen. Zo, tijd voor bier in het zwembad. Ah, in de regen. Oh. Wat is dat, Ster? Tequila! Thank you. Oké, okay, here we go. Yes! Parapluutje. It's raining. Jongens, het regent. Ja, in Bakkelaar regent het ook af en toe. Dat is niet erg, daarom hebben we een paraplu. Maar dit had ik niet verwacht. Het is nog steeds 33 graden. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is onze laatste dag in Mexico. Laatste volle dag. Laatste volle dag, ja. Nou, het weer is helemaal omgeslagen. Het is ineens nog maar 20 graden. Gisteren was het nog 33 graden. En het regen ook gisteren. Maar nou ja, we vinden het eigenlijk niet zo heel erg. Het enige is dat we vanmiddag een boottour hebben. Een zeiltocht over het meer. En we hopen dat het dan wel een beetje beter weer is. Ah, voor nu is het wel even lekker. Gisteren was het zo warm.
En gisteren hadden we dus die subtour. Dat hebben we op donderdag gedaan. Dat wilden we eigenlijk op woensdag doen. Maar woensdag is het meer altijd dicht. Dat is voor het herstel van het meer. Ja. In het meer zitten stenen met bacteriën erop. En die reinigen het meer. En daarom heeft het zo'n mooie kleur. Er is 2 jaar geleden is er hier een overstroming geweest. Andere rivieren zijn buiten hun oevers getreden. En toen was het hele ecosysteem een beetje verstoord. En toen was ook de kleur weggegaan. Dus dat er woensdag niemand in het meer mag, dat heeft nog steeds te maken met het herstel van het meer. Ja, je mag wel zwemmen, maar je mag niet met boot en kajak en zo. Ja, ja. Dus, om het ecosysteem wat rust te geven. En nu zijn we op weg naar Victoria en Elk, hun luxe hotel, want daar gaan we weer even lekker ontbijten. So good to meet you. Yes, nice, so nice to meet you. Yes, wij hebben vanmiddag gechilled in het hostel, even op het dakterras. En zoals je ziet is het helemaal opgeklaard. Dat is heel goed, want wij hebben nu de boottour. We werden wel echt 1 minuut voordat we de deur uit wilden gaan, werden we geappt dat de andere mensen die op de boot zaten hadden afgezegd. En dat het nu dus niet de moeite was om voor 2 mensen die boot uit te laten varen. Dus nu hebben ze er een soort van privé-tour van gemaakt en nu moeten we iets meer betalen. Maar dan hebben we gewoon de boot met z'n tweeën. En we gaan nu met de katamaran, toch? Ja. Nou, maar er komt ons bootje. Yeah. Ons privébootje. Welke dag is het met? Vrijdag, hè? Vrijdagmiddag. Vrijdagmiddagborrel. Ja. Ja. Ik denk dit is de beste vrijdagmiddagborrel die we ooit gehad hebben. Op een katamaran, op een prachtig meer. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Vertel eens, wat vind je van deze afsluiter van Mexico? Erg goed. Erg goed, hè? Beter dan dit kan niet eigenlijk. We hebben al onze karma punten weer ingezet. Want we hebben echt met allebei de toertjes die we gedaan hebben super veel geluk. Gisterochtend subtour, toen was het echt mooi weer, mooie zonsopgang. Terwijl in de middag was het echt super bewolkt en regenachtig. En vanmorgen was het ook super bewolkt en regenachtig en koud. En 's middags klaarde het helemaal op. Laatste avondmaal in Mexico bij een lokaal tentje en het is echt heel lekker. Portemonnee is bijna leeg, alle pesootjes zijn bijna allemaal uitgegeven. Hebben we goed uitgedokterd. Dit was de video van Bacalar en dat is alweer de laatste video van Mexico. Ja, wij zijn inmiddels in een ander land, dus we hebben Mexico achter ons gelaten. Wat vonden we ervan? Supermooi. Nou, misschien om met Bacalar te beginnen. Ja, we hadden hoge verwachtingen van Bacalar en dat heeft het ook wel waargemaakt. Het meer is echt fenomenaal. Het is zo mooi. Ja. We hebben zulke leuke dingen gedaan met de Sunrise Tour en de boottocht. En ook de fietstocht. Echt geweldig. We hebben echt super mooie dagen gehad. Dat is echt top. Aanrader als je ooit in Mexico bent en in de buurt bent. Ga zeker naar Bacalar, het is echt magisch mooi het meer. Ja, en Mexico was, ik vond Mexico ook top. Het enige nadeel was dat het wel druk was. Omdat het, toen we weggingen was het enige land waar je heen kon zonder ook maar iets te hoeven doen qua corona. En daardoor was het gewoon best wel druk, dus we moesten wel veel van tevoren boeken. En veel was al vol en zo, dus dat was het enige nadeel. Maar verder was het echt top. Eten was goed, mensen waren aardig, super vriendelijk, leuke andere reizigers ontmoet. We hebben ons ook echt 0 keer onveilig gevoeld. Ja. Mexico is echt een veilig land om te reizen. Ja. Natuurlijk moet je een beetje je gezonde verstand gebruiken. En hebben wij ook soms wel eens uit voorzorgsmaatregelen een andere route met de bus genomen. Maar achteraf zijn we een legio mensen tegengekomen die wel die route hebben genomen die onveilig was. Ja. En dat is allemaal goed gegaan. Heel veel diversiteit ook hebben we gehad in Mexico. We zijn van tropische eilandjes, naar kustplaatsjes, naar bergdorpjes, waar het een stuk kouder was, 7 graden 's nachts.
Met steden. Steden en vervolgens weer naar Bacalar, waar je aan een meer zit, wat heel bijzonder is. Ja, je hebt er alles. Wij hebben 5 weken gedaan over Mexico. Ja, ietsje meer. En we hadden er eigenlijk nog veel langer door kunnen brengen, want we hebben ook nog een hoop niet gezien. Maar Mexico is zeker een aanrader. Het is goedkoop, het is goed te bereizen. Als je nou ook een keer naar Mexico wil en je hebt vragen, mag je ze altijd aan ons stellen. Ja. En we gaan nog 1 video opnemen over Mexico en dat is wat het ons gekost heeft. En wij vinden het leuk om te delen. We hebben elke euro die we hebben uitgegeven, hebben we bijgehouden. Elke euro, elke peso. Dus dat is de laatste video van Mexico die jullie nog van ons krijgen. En dan worden het alleen maar andere mooie landen. Dus nou, bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren.